verhalen. Voor alle mensen en makers, Buurtfilm Festival. Lieve mensen, vandaag zijn we hier vandaag in de OBA samen voor alweer de 7e editie van het Amsterdams Buurtfilmfestival. Met als thema door de jaren heen verbinding en verrijking door diversiteit. Want dat is wat we hier vandaag met elkaar zijn en wat we gaan zien in alle prachtige films die er vanuit alle stadsdelen van onze mooie stad zijn ingezonden. Om vandaag mee te doen, om te laten zien aan het publiek en om mee te dingen voor een aantal mooie prijzen. Gaan kijken hoe je dat op een andere manier kan gaan doen. Ik heb 50 en de oude klasse maakt je ook rond. Ja. Het was een hele joviale, vriendelijke man die met iedereen gemakkelijk contact maakte. Ik ben heel jong en ik ben heel gretig. Je bent gretig om het mis te gaan doen. Blijf vooral wie je bent. Geweldig. Je moet je bedenken dat de finale. Sinds dit festival bestaat ben ik eigenlijk heel lui geworden. Vroeger ging ik nog wel eens de stad in om te kijken hoe het ging met Amsterdam. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Je gaat één keer per jaar de deur uit naar het Amsterdams Buurtfilmfestival hier in de OBA. En dan zie je meteen alles. Weet je wel hoe de stad, hoe het gaat met de stad en hoe we de crisis overleven en hoe we feest vieren en wie de helden zijn, wie het moeilijk hebben, hoe we hard werken om die stad goed te houden. Dus na vandaag ga ik weer lekker een jaar thuis zitten, maar voor nu ben ik blij dat we weer even kunnen gaan zien hoe het gaat met Amsterdam. Dankjewel, Chris. Precies. Nou, dan ik wil heel erg graag onze wethouder, Turia Miliani, uitnodigen. Mag ik een heel warm applaus? Dank. Dank voor de uitnodiging. Dank, Kibret. Hij staat altijd verstopt. En hij is ook altijd aan het werk en hij is nu ook zelfs aan het filmen. En ik noem hem specifiek omdat ik denk, Kibret en ik hebben elkaar denk ik 3 jaar geleden voor corona ontmoet. Ik kende het filmfestival niet, dus dat zei al iets over mij. Niet omdat ik niet geïnteresseerd ben, maar er is heel erg veel. Maar het is denk ik belangrijk dat we ons moeten beseffen dat het een heel belangrijk festival is. En ik ben ook heel blij dat ik je heb ontmoet 3 jaar geleden. Inmiddels na 2 jaar corona, volgens mij hebben we vorig jaar een mooi programma gehad hier. Nog wel een beetje uit elkaar, minder mensen. Maar het belang van dit festival is enorm. En ik zeg even waarom. We hebben natuurlijk prachtige festivals, ook zoals het ITVA. We hebben in het AI fantastische dingen. Dus dit is wel echt een stad waar we de film heel hoog hebben zitten. Nou gaat het om de Nederlandse film. Maar als we denken aan buurtfestivals, dan hebben we daar niet zozeer een goed beeld bij. Maar de buurt is natuurlijk gewoon de stad. En wat Kibret nu doet al jaren, met een aantal professionals mensen films laten maken. En ook nog trainen. En dan ook nog vertonen en dit allemaal organiseren met vrijwilligers. En niet eens, en al die vrijwilligers, en u zit hier waarschijnlijk ook allemaal in de zaal, doen dat met hart en ziel. Maar wat wij willen als stad, is namelijk laten zien hoe belangrijk het is dat deze festivals er zijn. Niet alleen vanuit de verschillende perspectieven. Want ik ben je naam vergeten. De moderator zei net iets over diversiteit. Ik ben de wethouder kunst en cultuur. Maar ook verantwoordelijk voor de diversiteit in deze stad. En die twee die moeten meer bij elkaar komen. Namelijk de afspiegeling van de stad. De verschillende perspectieven van de stad. En voor de bewoners die in alle buurten wonen. Dat we daar veel meer naar gaan kijken. Vanuit dat perspectief leren we de stad ook kennen. Niet alleen maar internationaal, lokaal, want ook in de buurten, juist in de buurten, ontstaat zoveel. En ik denk dat de grootste instituten en filmmakers daar ook zich daartoe dienen te verhouden. Dus dat is heel streng als wethouder om dat te zeggen, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat die samenwerking
er komt. En ik heb met Kibret ook afgesproken. We gaan aan elke tafel zitten. Ik sleep je overal mee naartoe. En we gaan met iedereen praten. Want wat hier gebeurt is van wereldniveau. Het laat de stad zien vanuit alle perspectieven. En daar zal ik ook de ambassadeur voor zijn. Ik wil je dus van harte feliciteren samen met je hele team en alle mensen. En ik denk dat een hele mooie samenwerking is begonnen. Ik sprak net Klaartje hier, die bij de bibliotheek zit. En ook de mensen van de publieke omroep Amsterdam met AT5 die hier ook zitten. Dat, die samenwerking kan ook weer tot meer leiden. Dus ik zou zeggen, dat is een mooie stap naar een nog groter en nog mooier festival. Van harte gefeliciteerd. Touria Meliani. En je zei het al, de kleinste verhalen uit alle hoekjes van Amsterdam, gemaakt door makers van wereldniveau. We gaan zo meteen kijken naar het eerste blok, het eerste cocktail. Daarin gaan we van Tuindorp, Osana, Lutkemeerpolder naar de Indische buurt, naar dichters die nog steeds op zoek zijn naar waar ze precies thuis horen in de stad. Ik wil even handen zien van de makers van de films uit het eerste blok. Zie je, er zitten al een paar makers van wereldniveau. We gaan jullie zo meteen hier op het podium zien. Dan kunnen jullie nog wat vertellen over de films die jullie gemaakt hebben. Nadat we hebben gekeken. Maar eerst willen we natuurlijk naar die man. Kibret Mekonnen, de bedenker, de oprichter van het Amsterdamse buurtfilmfestival. Touria zei het al, de wethouder zei het al. Een man die ook door het jaar heen allemaal mensen begeleid, scout, zoekt en klaarstoomt om hun werk te maken op dit festival. Een donderende ovatie voor Kibret Mekonnen. Dankjewel. Heel fijn dat jullie allemaal hier zijn. Ik heb niet zoveel te vertellen, behalve dat ik zeg, dank jullie wel dat jullie hier zijn. Dank jullie wel de mensen die met het ABFF Filmlab meegemaakt hebben om jullie verhaal hier voor de Amsterdammers te delen. Ik heb mijn naam 1001 keer gehoord hier in de zaal. Dat vind ik prima. Maar ik vind het ook zo prima dat ik dit kon doen samen met mijn team. Mensen die van begin tot eind samen met mij meegedaan hebben. Het lijkt mij nu lastig om de naam te noemen, maar dan ABFF team. Allemaal vrijwilligers. Zou ik gewoon echt waarderen en een hele warm applaus van geven. Zonder deze team kan ik dit mooie filmfestival niet neerzetten in Amsterdam. Ik vond het ook bijzonder, dankjewel Sally en van onze ABFF Filmlab deelnemer die enorm zijn achterbaan hier naartoe gekomen. Top, dank jullie wel. Ik heb een verhaaltje, die vertel ik jullie hier in het scherm. Zometeen dan kijk ik naar de filmcocktail toe. Maar één ding daarna, voor de mensen die nog graag willen zijn verhaal delen met de staatsgenoten, graag doe mee met het ABFF Lab, want we doen het elke jaar. En dit jaar ook gelijk naar dit festival vanaf maart. Dus daar weten jullie ons te vinden. Maak het mooi, deel je verhaal met je staatsgenoten. Dank jullie wel. Ons doelstelling is om mensen bij elkaar te brengen. Daarna leren kennen. En daarna samenwerken. Mijn naam is Kibret Mekonnen. Zo'n 28 jaar geleden kwam ik uit Ethiopië en sindsdien woon ik in Amsterdam. Hier in Amsterdam ben ik actief met diverse activiteiten, waaronder Afrobib, bibliotheek en daarnaast Amsterdams Buurtfilmfestival. Amsterdams Buurtfilmfestival heeft 4 kernactiviteiten. ABFF Festival, ABFF Filmlab, ABFF On Tour en ABFF TV. Welkom bij ABFF TV met een programma over het Amsterdamse Buurtfilmfestival. Het Amsterdamse Buurtfilmfestival, ABFF, is een jaarlijks terugkerend festival. Het stedelijk podium voor de films die vanuit de haarvaten van onze stad komen.
Verbinding en inclusiviteit zijn de belangrijke motivaties van het ABFF. Wij leveren samen onze bijdrage aan een mooi en veilig Amsterdam. Draag bij aan het ABFF door een donatie op deze crowdfunding. Ook uw bijdrage als vrijwilliger is van harte welkom.